Yo mensen van iPlayer, het is tijd voor kerst, yes! Nee, het is weer lekker gezellig, oud-Holland, god, zo'n jute ding. Oud-Holland gezellig met kerst. Ik zet hem even af hoor, sorry. Oh, gelijk uitslag, zweet, alles. Maar, ben plannen met flink even uit te pakken, want ik heb niet voor niks, het is niet voor niks kerst mensen, dus kennen jullie dit ding? Ik heb dit ding, kijk. Her dansen. Oké, dat is dit ding. Dit ding is echt geweldig. Maar, hey, we gaan even lekker versieren. Even kijken wat we allemaal hebben. Ik heb natuurlijk lampjes. Tada. Oh, en ik heb ook een probleem. Want ik heb niet meer niks aan lamp. Want ik heb mijn bureaulamp. Ja. Op de grond laten vallen. Yay! Hartstikke handig natuurlijk, want heus. Gewoon met die donkere dagen, dat het zo donker is. Zit je daar in het donker op te nemen. En dat is ook fijn. Al neem ik niet vaak op met webcam, maar ik eindig wel altijd met een webcam. En dan wil ik wel een beetje wat licht hebben. Maar ik denk wel dat ik het hier wel wat leuker maak. Hè? Dat ik daar bijvoorbeeld lichtjes doe en dan hier over de planken. Het wordt allemaal helemaal van oud Hongkongs gezellig, zoals ik dat altijd noem. En ik heb hier natuurlijk ook nog bulletjes. En nou, laten we beginnen. Eerst halen we deze even eraf, want er is toch geen niet echt bijzonder dingen. Pendel of zo, dat is er niet. Ik heb mijn eigen postbus niet eens, dus dat is ook niet zo heel erg. Ja, dan gaat deze er ook even af. Die tanden die gaten. Nou, ik vind het is een beetje irritant, die gaten in dat. Het is ook zonde. Maar ik pas het niet meer. Dus dan kan ik het ook net zo goed als een beetje een fanart. Fanart. Als een soort runeck. Kijk, dit is het. Oh. Mooi hè? Nou, we gaan beginnen. Wij hebben. Oh, kut. Twee slingers. Wij hebben. Ja. Vijf kerstballen, maar daarvan kan ik er maar twee ophangen. En we hebben nog een grijs dingetje. Maar die kan ik ook niet opbrengen. En we hebben natuurlijk Christmas. Tada, Christmas. Ik weet niet hoe ik hem onthoud. Oh zo. Kijk eens. Christmas. En lampjes. Dus we gaan beginnen. Oké, ik zit te denken om sowieso even met mijn nest te gaan werken. Dat is volgens mij nog best wel slim. Dan doe ik er gewoon hier een. Daar heb je deze. En dan pak ik even een slinger. En dan in het midden. Okay. Kijk. Zo. En dan hebben we nog een punaise nodig. Zo, ik vind dat ik wit moet hebben, denk ik. Ja, wit. Het is tenslotte kerst, dus wit is best wel wat mooier. Zo, kijk. Wit. Veel mooier. Zo. Kijk, wit. Ik hoop dat het genoeg wit hè? Dat denk ik vast wel. En dan doe ik hier natuurlijk ook even één. Ik denk dat deze buiten beeld is, maar dat maakt
niet echt uit. Nee, hij is nog in beeld. Nou, tadaa. Zijn gelukkig slingers van dezelfde lengte, dus dat is goed. Nou, dat is wel mooi. Dan moet ik even in het midden opzoeken. En dat is, ik gok hier. Ik kan ook zwaar vergissen, maar het ziet er nog wel best wel midden uit. En dan hangen we Christmas op. Kijk. Tada! Kijk, dit ziet er pas leuk uit. Oeh, wel heel klein. Maakt niet uit, het gaat gewoon een beetje om het gebaar. Ik kan kerstballen aan mijn lekker doen, kijk. Oh, die valt eraf. Die is niet zo slim. Even kijken hoe die verlichting trouwens werkt. Oké, even kijken hoor. Daaruit! Oké, ik heb nu respect voor mijn moeder dat ze dit gewoon ieder jaar uit en in moet pakken, dus shout-out naar mijn moeder! Krijgt ze niet voor elkaar. Maar dat is die. Kijk, er zit nog ergens iets dwars. Ja! Hier zo. Godsamme, gaan ze weer terug. Oké. Goed is. Dus. Doen we elkaar. Kijk. Het lukt wel. Ja. Hups. Hier zitten nog drie reservelampjes in. Oké. Dit ziet er nu al, ik vind het er nou al leuk uitzien en ik heb er nog ineens opgehangen. Het is echt heel opgerold, dus ik moet een beetje gaan kijken. Het is ook echt gewoon kerstverlichting, hè, dat jullie het even weten. Het is niet echt, oei, dit had ik niet verwacht. Het is, echt, ik meen het, is echt serieus kerstverlichting. Oké, dat had ik niet verwacht. Hoe ga ik dat doen? Nou, laten we ten eerste even deze ergens ophangen. Oké, ze doen het wel. Dat is mooi. Eerst even uit de knoop halen. Goed. Hij is uit de knoop. Grotendeels. En dan gaat hij hier erin. Oké. Mooi. Even uit de knoop halen. Kijk. En dan zat ik te denken om hem hier te doen. Maar dan heb ik wat van die. Zo. En dan heb ik even wat van die rode finesse nodig. Want dan kan ik hem gewoon hier ophangen. Kijk. Daar één. En daar één. Goed. En hier één. Het is echt improviseren. Want als je het niet goed doet, dan blijf het niet hangen. En ik moet ook. Ik ga het ding denk ik eruit halen als ik ga slapen. Want ik denk. Ik slaap soms best onrustig. En dan is het best wel vervelend als ik bijvoorbeeld een snoer eruit haal. Kijk. Oh, wat past! Als het lukt. Kijk, dit is leuk! Ik had de verlichting wat anders in gedachten, maar dit is ook wel leuk. Dit is wel leuk. Dit is wel, ja, dit vind ik wel grappig. Dit vind ik wel geinig. Kijk, en dan laat ik het hier.
Dus vind ik ook wel het irritant aan een kerstlampje, dat ze in de knoop raken. Wauw, dit gaat nog wel even duren. En hoe lang dit niet kan werken. Wauw, dit is echt heel interessant. Zo vervelend. Oké, dan moet ik even bijkomen. Zo, hups, 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 hop. Hoe zit dit dan? Voor mij is het echt gewoon hartstikke scheef. Want dat is ook een gemakkelijkere manier. Dat is scheef. Kijk, nu zit hij al goed. Ik heb een soort klooien op mijn kop. Ik zorg er sowieso een beetje voor dat het prikbord versierd is, zodat ik ook echt gewoon. Zodat jullie ook wat meer te zien hebben. Kijk. Dit ziet er wel leuk uit. Nou, dan doen we het nog een beetje anders. Kijk, zorg er een beetje voor dat alles een beetje opgehopt is, zodat het iets meer verspreid is over het prikbord zelf. Kijk, dat hier ook een beetje, het is echt overal in de knie. Maar dat maakt het niet uit. Zo, kijk, nou is het best wel mooi. Dan heb ik ook nog wat pinaisetjes nodig. Om het even nog wat hoger vast te zetten. Kijk. Hier heb je de finesse. Kijk. Zo. Ja, dit staat leuk. Dit vind ik echt leuk. Kijk. Dit is dan het leukste aan kerst eigenlijk. Je gewoon een beetje zelf kan variëren in hoe je verlichting wil. Kijk, nou, ik moet alleen nog even daar finesse en ben klaar. En dan nog kijken of hij doet. Ja, ik weet dat hij het doet. Even kijken of het mooi is, want jullie zien nu niks. Kijk, en dan doe ik gewoon hier op die mensen. Tadaa! Nou, dames en heren. Uur van de war. En jullie zien echt volgens mij ook wel lampjes uitsteken. Maar het maakt niet uit. Ik ga in het midden nog wel wat kerstballen doen. Vind ik ook wel grappig. Dus ik heb nog twee witte nodig. Ja, één. Nou, kijk, precies. Twee. Kijk. Die zitten niet. Kijk, dat zien jullie ook wel mooi. Daar een kerstbal. Jingle bells, jingles all the ways. Oh, wat fijn, de Christmas time is one of the sleighs. Jingle bells, jingle all the days. Oh, wat fijn, Christmas rhymes. And the one of the sleighs. Nou, daar gaat ie. Uur van de waarheid. Als die door brand gaat killen. 3, 2, 1. Oh, wacht. 2, 3. 2, 1. Tadaa! Wauw, dit ziet er wel heel leuk uit. Wauw. Nou mensen, tadaa, kijk. De kerstmis is gewoon binnen nu. Is gewoon in handbereik. Ik vind het wel heel mooi. Ik ga even, gordijnen zijn al dicht, licht uit. Nou, hoe mooi is dit?
Het zuipt stroom, maar het is echt heel mooi. Wauw. Kijk, nu heeft het prikbord gewoon ook echt een rode tint. Kijk dan hoe mooi. Dit verdient echt wel een kerstmis. Zo. Zo. Nou mensen, van AW Player, wat vinden jullie ervan? Van de... Wat vinden jullie van de verlichting? Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het ziet er ook echt best wel mooi uit. Ik vind het er echt mooi uitzien. Het geeft ook een lichte tint. Het zijn ook nieuwe lampjes, dus dat is ook wel mooi. Wacht even, deze. Als het goed is, met deze ook wel rood licht. Bingo. Oeh, hij is alleen wel kapot. Nog niet meer. Nou, als je deze bijvoorbeeld hier zet. Kijk! Nou, mooi. Mooier dan dit kan het gewoon niet. Dit is echt mooi. Hoe mooi, kijk eens hoe mooi versierd is. Geweldig toch? Nou ja, dit is leuk. Ja, het ziet er mooi uit. Ik ben ook al 16 minuten bezig. Over 2 minuten valt hij uit, want dan ben ik al lang bezig. Maar dit is echt wel heel mooi hoor. Even dingen die ik niet meer nodig heb inpakken. Maar wat gaan jullie eigenlijk doen bij kerst? Ik ga bijvoorbeeld op eerste kerstdag of tweede kerstdag, ik weet niet precies wanneer ook alweer. Maar wij gaan naar familie. Gaan we kerst vieren met mijn oma en mijn tante en mijn oom en mijn neven. En mijn zus en mijn ouders. Ik zet die inmiddels. Daarmee gaan wij kerst vieren. Hoe gaan jullie kerst vieren? Vieren jullie het gewoon met je familie of met je gezin? Misschien met je vrienden? Kijk dan hoe leuk. Oh, je ziet Christmas niet. Nee, die zie je niet. Dat is wel heel irritant. Maar het is echt wel mooi. En de ballen zie je dan weer wel. En de rest dan weer niet. Maar ja. Kunnen we deze dan nog doen? Ja, ik weet niet. Het is wel heel leuk. Dat moet ik jullie nageven. Het is echt heel leuk. Ik laat mijn vriendelijke vriend. Laat ik gewoon ook even. Ja, uit beeld te horen. Dank u. Die laat ik hier ook gewoon lekker gezellig staan. Zodat als ik me verveel, kan ik dat doen. En dan verveel ik me wat minder. Maar dit is wel heel leuk hoor. Dit is echt leuk. Ik dacht dat ze veranderen van. Ja, nou, maar mensen, van AW Player. Het is weer kerst. Bijna. En, oh, wacht. Als jullie dit kijken, laat in de comments achter wanneer het nou echt kerst is. Is het kerst als Sinterklaas weg is? Gelijk op 5 december dus. Of is het pas kerst na eerste of tweede kerstdag? Of voor eerste en tweede kerstdag? Laat het even weten in de reacties en dan zal ik het wel zien. Mensen, doei!